Hey, goedenavond. Waar kan ik je mee helpen? Wel, Carla? Wie is Carla? Zomaar, jezus. Fuck aan Nibby Nibbo's, welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Kielplak. En je kan me natuurlijk volgen op Instagram, @Sjaak, jazeker. Ik ga nu even naar Carla toe, want Carla is lekker aan het werk bij Naked. En ik heb best wel een beetje honger. Het is nu op dit moment 12 uur, dus best wel aan de late kant. Maar ik moest nog even een paar dingen doen. Dus ik ga nu even lekker naar Carla toe. Het is vandaag best wel aan de koude kant. Maar de zon schijnt, dat is wat chill. Maar gisteren was het al fucking 8 graden. En het voelde aan als 4. En daar is mijn bus. Fuck, kut. Ik moet rennen. Jij reageert gewoon niet op mijn appjes ofzo, dat vind ik echt niet kunnen. Helemaal niet. Hij reageert gewoon. Nee, inderdaad niet. Ja. Chiquil. Ik was je net aan het appen. Oh. Aan het werk en ik heb een lekker tostietje gekregen van Carla. Tegelijkertijd ben ik ook even een paar nieuwe dingen aan het maken voor Sjaak Sember. Zo zie je maar weer, nog 6 dagen, nog 5 dagen, nog 4 dagen. Het gaat eraan komen jongens, Sjaak Sember. Ik ben heel erg trots hoe het eruit gaat zien. Maar ik ben ook benieuwd hoe jullie het gaan ontvangen. De video's gaan nu echt super goed. Nu nog even wachten tot december. Ik ben bezig dus met het draaiboek voor vanavond. Er gaan heel veel leuke dingen komen. Namelijk, we hebben de nieuwe track van Vincent Visser. We hebben de DJ Joshy Sean. En ja, wat ik namelijk heb gedaan met de video over mijn oma. Zoals ik al zeg, elke vrijdag van 7 tot 9 ben ik aan het draaien op XM Radio. En ja, nu ben ik gewoon lekker bezig hier met mijn video's. Maar ook bezig met mijn radioshow. Maar ik moet even snel aanstalten gaan maken. Want over een klein kwartiertje moet ik eigenlijk al in Hilversum zijn. Maar ik had nog ietsjes meer tijd nodig om even het draaiboek goed neer te zetten. Dus we gaan nu naar Hilversum toe. En dan gaan we gelijk alles klaarzetten voor vanavond. Ik heb er zin in. Nou, we hebben lekker frietjes gehaald. En Kevin, ik ben er weer. Alles goed, man? Ja, met jou? Ja, ook goed. Ja, goed. Lekker, lekker. Deze is er ook weer. Wat kom jij weer doen? Alleen even friet eten. Onze eten stelen. Maar ja. Mijn bier. Die heb ik weggegooid. Ja, die heb je al op. Nou, hij is ook weer even van de partij, hoor. Hij is even gewoon iets aan het doen. Wat ben je aan het doen, Rick? Rick! Anders was hij aan het draaien, dus dat hoort hij me niet. Rick! Rick! Snap je wat ik bedoel? Nou, op dit moment is de DJ binnen. Hij is een setje aan het draaien. George Sean. Hij gaat lekker, hoor. Hij gaat lekker. Hey! Nou, de radioshow is voorbij. We zijn ook even nu gewoon lekker een beetje aan het friek eten. Wat? Ik wil kaas. Wil je kaas? Nee, ik ga terug naar Amsterdam en daarna gaan we door naar Rotterdam. En dan ga ik lekker thuis slapen. Ik heb lang niet meer thuis geslapen, maar ik moet nog even kijken of Carla meegaat of niet meegaat. We gaan dat zo allemaal zien. Maar eerst even Ricardo nog even een lekker setje aan het draaien. Wanneer ga je nou in mijn show draaien? Niet. Hoezo niet? Deze man, jongens, jezus. Hij is gewoon bang. Hij is gewoon bang. Kijk, maar dat doet het nu goed. Never mind. Oké, okay, eigenlijk zou ik Carla gaan ophalen thuis, maar ze is ineens bij Lisa. Lisa zit hier zo. Wat doen jullie nou allemaal interessant? Net waren jullie allemaal dingen aan het doen en nu zijn jullie ineens de televisie aan het kijken. Oh ja, tuurlijk. Dit is Lisa's lievelingsprogramma. Ja, deze. Wat is dit dan? High-end kookprogramma. Wat is dit? Heel dit. Ik heb net ook een keer met jou gekeken, maar ik vond het niet leuk. Ze maken taarten, maar ze zijn heel slecht. Heel slecht. Nou, het ziet er ook niet lekker uit, als ik zo moet zeggen. Nee, dit is wel wat mooier, maar je moet even wachten tot de finishing. Het ziet er nu al... Nou, nu begint het al leuker te worden. Ja, maar dit is het voorbeeld hoe het moet zijn. Dan gaan ze zo bakken en dan is het gewoon... Pas zomaar. Goed verhaal, Kar. Nice. Wie is er in de vrouw? Wie, ik? Wel banaan. Ja, ik wil wat eten. Maar zoals ik al zei, ik ben bij Lisa. Lisa, stel even voor, joh. Hi, ik ben Lisa.
LMVT op Instagram. Oh god, gaan we nu al met... maar wie is dit? Wie is dit? Ik ben een verlegen jongen. Verlegen jongen, oh mijn god. Jo, luister. Ik wist dus niet waar Lisa woonde. Ik wist ook echt letterlijk de eerste keer dat ik hier binnenkom. En op een gegeven moment, ik bel zo aan en even oké, prima. En opeens stond hij voor de deur. Dus ik denk van, oh shit, ik ben verkeerd. Hebben jullie het gefilmd? Ja. Bastard, ik zei tegen hem, hoor je alsjeblieft open doen. Shaquille is echt van net, joh, je gaat echt schrikken. En Lisa heeft op haar naambordje, want ze woont hier nieuw. Is het echt zo'n Mitsuto of zo. Echt zo'n, niet Lisa naam, niet haar achternaam. ik ga stik. Nou, oké. Hier is een klein stukje van hoe ik dus net bijna, ja, ik schrok heel erg. Hey, goedenavond. Waar kan ik je mee helpen? Nou, wij moeten nog helemaal naar het huisje van Carla en dan gaan we naar Rotterdam toe. Waarom wil ik zo graag naar Rotterdam toe? Nou, ik wil gewoon even lekker gaan Call of Duty spelen. Maar ja, dat is dus even wat we nu gaan doen. Ik ga nog even wat drinken en dan gaan we verder naar huis. Ja, wat wil je drinken? Ik dacht dat je water voor me had gepakt. Water. Ik zei water! Zo, en na een lange rit zijn we eindelijk aangekomen in Rotterdam. Ik ben super moe. Ik ga even mijn tandjes poetsen. En ik ga nog even, denk ik, een lekkere douche nemen. Om voor het slapen gaan. En dat is ook even lekker. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Jongens, vandaag ging het zo goed met de radioshow. Ik ben eigenlijk de hele tijd aan het... evolven eigenlijk, wat omtrent radio. En ik vind het gewoon super leuk om continu beter te worden. De feedback lees ik ook gewoon allemaal hier in de reacties. Maar ik zie ook echt super veel DM's binnenstromen over mijn radiokunsten, et cetera. Ik ben niet de beste, totaal niet. Dat wil ik ook niet zijn. In ieder geval, je wilt het wel worden, want daarom zit ik ook bij XM. Ik word daar opgeleid om radio DJ te worden. Maar ik vond het zo een goede show vandaag. Ik heb hem net teruggeluisterd samen met Carla in de auto. 2 uurtjes vol even luisteren naar de radioshow van vandaag. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond vandaag het heel goed gaan. En daar ben ik heel erg blij mee. Anyways, ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe zeker een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vlogs gaan lekker, jullie gaan lekker. Ik ben gewoon... een heel blij persoon op dit moment. Ik zie jou morgen weer om 4 uur. En er is nog maar 1 ding wat ik kan zeggen. Dus tot de volgende. Kom ik rennend op je stage. Alles gaat nu goed.